Ted, 1-1, terechte uitslag? Ja, vind ik wel. Ik vond dat zij zeker de eerste helft de beste mogelijkheden hadden. En ik vind, na de rust hadden wij de beste mogelijkheden, zeker op de laatste natuurlijk met Daan. Maar ik vind wel dat de jongens veerkracht hebben getoond. En ik had in de rust gezet dat ze wat korter erop moesten zitten. Want ik vond dat ze de eerste helft te veel ruimte weggaven. Ja, en dan zie je, dan zijn ze levensgevaarlijk. Want ik vind het echt een goed voetballende ploeg. Maar ja, die hebben wij ook. En ik vond onze tweede helft zeker balvaster. En we zaten er wat korter op. Ja, toen hadden wij wel duidelijk de overhand. Ik vond ook conditioneel sterker van jullie. Ja, maar dat komt omdat, dat lijkt dan zo, maar dat komt ook omdat je misschien wat balvaster bent. En dan voetbal je altijd makkelijker. En dat deed je de tweede helft uitstekend. Dus ja, ik heb genoten van die wedstrijd, want ik vond het echt divisiewaardig. Zeker. Ik vond het ook jammer dat de scheidsrechter geblesseerd raakte. Want toen waren jullie net in de moed om die 2-1 te maken. Ja, oké. Nou ja, die kans kregen we ook met die andere scheidsrechter. Hè. Maar ja, over het algemeen genomen denk ik terechte uitslag. En wat dat betreft hebben beide ploegen, twee voetballende ploegen, die goed positiespel speelden. En ja, wat ik net zeg, van de tweede helft hadden wij duidelijk de overhand. En daar moeten we op voortborduren. De eerste helft waren zij sterk. Kwamen af en toe voor de goal, maar niet echt kansen gekregen. In de tweede helft pakken wij het veel sterker op. Heeft volgens mij BC bijna weinig tot geen kansen gehad. En wij, waaronder ik, met name genoeg kansen om de tweede helft nog te maken. Maar ja, het zat er helaas niet in vandaag. Maar het is wel een teamprestatie, hè? Want jullie hebben er wel weer voor geknokt, de oude wedstrijd. Ja, en dat is denk ik ook wel, ja, we deze seizoen zelf, we knokken hard voor elkaar. Dus we hebben goede mentaliteit met z'n allen. En ja, dan zie je dat je voor geen één ploeg onder hoeft te doen. Ook niet voor een BFC, wat echt een goede ploeg is. En na de teleurstelling van vorige week, pakken jullie het nu weer op? Ja, nou ja, het was vorige week al een domper. Want dat had nog een mooie wedstrijd geweest als we echt voor de periodetitel hadden kunnen spelen. Maar we pakken het gewoon weer op. En dat zie je ook wel in deze groep. We zijn mentaal sterk, dus we kunnen er gewoon weer tegenaan. Dan krijg je nu de bloemen. Yes, dankjewel. Yes. Dankjewel. Kijk eens. Ja. Deze video wordt u aangeboden door Business Club FC Aalsmeer.